Nee, dit is wel echt lelijk. Misschien loop ik wel gewoon weg. Dat doe je echt goed. Ik zie een beetje vooruitgang, maar ik ben echt net klaar met make-up doen. En ik heb zulk leuk nieuws. En dat is wel een beetje creepy. Dit zit heel mooi ook, hè? Ja. En schommel in de hotelkamer. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 24 april en ik ben te laat. Ik heb namelijk opnames met Romee voor haar eigen YouTube kanaal. Oh, dat ben ik. En daar moet ik eigenlijk over 5 minuten zijn. Maar ik ben nog niet helemaal klaar. Ik moet nog mijn schoenen pakken. Volgens mij was dat het. Dan ben ik wel klaar. Oké, best snel. En eventjes een jasje aandoen. En waar gaan we voor? Ik denk dat dit wel schattig is. Dit jasje. Oh, is er nog een kaartje aan? Dat heb ik zeg maar met de helft van mijn kleding. Mijn outfit dat ik nu aan heb is van Most Wanted. En dan doe ik zo. En dan denk ik dat dat wel cute is. Denk ik. Ja, I like it very much. Time to go. Schoenen, dat was ook nog een ding, hè? Zo, ik heb mijn schoenen uitgekozen en nu kunnen we gaan. Hey, zal ik jullie eens wat vertellen? Ik ben weer aan het vloggen. What the fuck? Waarom? Dit is een memorabel moment. Ja, hè? Van wanneer ga jij weer eens vloggen? Nou, nu dus. Ik dacht het is tijd. Oké, okay, mag jij zeggen of het bed mij staat of niet? Als je hem goed opzet. Naar voren, ja, zo. Dit kan, het is kijk, wel. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Het gaat om confidence. Mijn lens is vies. Hoe maak je dat schoon? En jij zet hem altijd zo. Dat moet je echt afleren. Ja, net als... Als die muntje van de deze als, ja. Kan toch wel, maar je moet hem even zo opdoen. Dat hij niet achter zo'n dopje krijgt. Ik vind hem pet ook gewoon. Ja, ik vind het ook leuk. Nee, dit is wel echt lelijk. Ja, dit is leuk. Moet je van de buurt. Nou, Jaro moet al lang al weg zijn. Ja, wij moeten al lang al weg zijn. Jij houdt ons tegen. Doei, schat. Doei. Ik ben de auto ingestapt. Mama moet even rijden, want ik moet wat foto's uitzoeken op mijn telefoon. Maar wij gaan naar de winkel toe. Het is nu 8:50. Hey. Nee, daar kom ik niet op tijd. Ik ben op tijd de deur uit. Maar ik ben niet op tijd daar. Volgens mij ligt mijn jas in de auto, dus ik heb nu dit als jasje aan. Niet echt aan te raden met dit koude weer. Maar we zijn bij de winkel aangekomen. Kijk, eens aan. Reinders Food Fashion. Wij zijn open. En ik heb gezelschap mee. Ik weet niet of het echt gezelschap is, maar... Je hebt zelf gevraagd, hè? Ja, dat is waar. Daar ben ik dan aangekomen in de winkel. En ja, ik vlog weer. Oh. Ja. Ik weet nog niet wat het wordt. Maar vertel, wat is jouw idee? Op de thee en shoppen bij Romee. Hey, ja. Hartstikke leuk. Nou, thee staat al klaar. Is ondertussen misschien wel al een beetje koud. Maar... Nee, hij is nog goed warm. Oké. Je kan lekker een aardbeidje eten als je wil. Een aardbeidje, een croissant? Nee, ik wilde gewoon met YouTube wat leuke series maken. Nou, dus we hebben series bedacht, waaronder dit er één is. En hiermee gaan we van start. Maar we hebben nog veel meer leuks dat er aankomt. Jij hebt de vragen bedacht. Ja, ik heb de vragen bedacht. Ik heb ze hier. Nou, niet alleen jij, samen met Amy. Ja, ik had wel een hulplijn ingeschakeld. Ja. De bedoeling is dus dat wij zo hier gaan zitten en dat we... Vragen gaan beantwoorden en wij weten dus nog niet wat de vragen zijn. Nee. Straks vinden jullie het helemaal niet leuk. Nee. Straks ga ik hier ineens huilen. Ja. Ik ben helemaal beledigd wat ik jullie ga vragen. Misschien loop ik wel gewoon weg. Ik ben heel benieuwd. Ik ga klaar zitten. Eigenlijk zit ik al heel de tijd klaar. Maar nu moeten we echt wat gaan doen. Nou, we zijn al eventjes bezig met de opnames. Ik moet het outfit uitzoeken. Dit is de eerste outfit die ik uit heb gezocht. Gaat alles volgens planning? Oh, waar ben je nou? Gaat alles volgens planning? Ja, alles gaat top. Ik vond het heel leuk ook. Die vraag vond ik ook leuk. Ja, hè? Ja, het is de eerste keer dat we het doen vandaag. Maar ik vind dat het heel goed gaat. Zeker. Lekker pakje dit. Ja. Heerlijk. Ja, het zit echt top. En die lengte is ook heel mooi van die broek. Ja. Love it. Nou, we gaan weer even door. Yes. Tijd om nog even boodschappen te doen. Ik heb dus nog niet ontbeten. En het is ondertussen 11:15. Dus daar gaan we eventjes verandering in brengen. En we gaan naar Albert Heijn, dat ik hier dus laatst was. Toen liep ik naar binnen toe en de brandalarm ging af. Maar ik dacht, ja, boeien, ik loop gewoon naar binnen toe. Want niemand was echt in paniek. En toen was ik binnen en toen werd ik toch weer teruggestuurd. Dat ik bij mijn vriendin verzocht om toch maar naar buiten toe te gaan. Dus toen heb ik uiteindelijk geen boodschappen kunnen doen. Hopelijk dit keer anders. Ja, het laatste ook een keer naar Albert Heijn. Nee, maar was je in de Dekamarkt? Dekamarkt? Nee, er waren alle koelingen stuur. Oh. Koeling een stuk, ook chill. En hier was ik toen mocht ik ook niet naar binnen, want er was brand ook. Oh. Dus toen was het niet brand, maar hoe heet dat? Luchtalarm. Nee, die Ja. Oh, zullen we aardbeien meenemen? Waarom neem jij geen mandje of zo? Ik zie geen mandje.
karretje dan. Jongens, ik loop eens in de supermarkt en ik ben allemaal kwijt. Ik vind haar dus echt altijd kwijt. Ja, wat fuck moet ik nu doen? Ik was je kwijt. Nou. Zoals altijd. Je hebt dus blijkbaar bij de appie heb je eiwitrijke broodjes. Maar waarom zie ik die weer niet? Dat doe je echt goed. Als het ooit nog misgaat, jongens, dan ga ik me gewoon hier aanmelden. Oh, ik vind je echt jammer gaan. Net ging je beter. Ja, net ging het wel beter, hè? Maar nu sta ik op mijn druk, dan werkt het niet zo goed. Daarom moet ik ook denk ik niet mensen helpen. Niet mensen helpen? Nee, want dan sta ik ook onder druk. Dan gaan ze me aankijken. Oké. Okay. En hoe noemen we dit? Vraag om een groente. Een komkommer. Hé, hey, jij moet inpakken. Oh, ja. Ga nog eventjes door. Ik heb dus dit gehaald, want dat wil ik dus proberen met pudding. Het lijkt me dus heel... Oh, ik heb alleen geen pudding. What the fuck? Ik wil dit hier scannen. En toen ik nou weer... Ik heb alleen nu geen pudding meegenomen. Dit is echt heel dom. Ik denk dat ik dacht dat je dat... Ja, waar. Ja, ik dacht ook dat ik dat ging pakken, maar dat heb ik dus niet gepakt. Nee, ik dacht dat je het thuis had. Nee, niet meer. Die komen dus eigenlijk van de Lidl. Moet ik het nog even snel pakken? Ja. Oké, okay. Rennen. Weet je wat ligt dan? Oh, zo'n pudding. Oh, dat is het enige wat ik kon vinden. Protein pudding. Allee, je hebt passeren. We kunnen weer eten. Zo, ik heb net gesport. Ik neem mijn camera alleen nooit mee, want... Ja, gewoon. Ik moet vandaag een samenwerking aanleveren met AirUp. En die ga ik eventjes in elkaar zetten. Heel veel van jullie vragen waarom ik twee telefoons heb. Nou, dit is gewoon mijn privételefoon. En hierop maak ik al mijn video's. Anders heb ik gewoon geen overzicht meer in mijn telefoon. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ondertussen even al mijn kleding opruimen wat weer gewassen is. Nou, dit is hoe ik eruit zie als ik net onder de douche vandaan kom. Ik heb dus allemaal nieuwe huidproducten gekregen toen ik mijn huidbehandeling heb gedaan. Ik ga eerst even mijn haar doorborstelen. En dan ga ik het even aan jullie laten zien. Ik ben mijn koffer in aanpakken voor wat nachtjes weg. Maar hier heb ik een bakje met wat huidproducten. Eigenlijk alles wat ik nu gebruik is van Alpha H. Ik heb hier de peeling. Een vitamine B is deze en de vitamine E. En dan de moisturizer, dag- en nachtcreme van TB Skin. En dit is de dagcreme met SPF 50 en dit is de nachtcreme. En dan heb ik ook nog een make-up remover en een cleanser van Alpha H. En daarmee doe ik dus elke dag mijn huid. En dit is nu de status, hoe het eruit ziet. Ik zie een beetje vooruitgang, maar laten we niet vroeg jagen. Goedemorgen, ik heb eventjes mijn ontbijtje van beneden gepakt. Hallo, daar is Snoet. En daar is mijn koffer. Ik ben mij nog lekker klaar aan het maken voor deze dagen. En ik wil dus dit diesel shirtje mee. Die wil ik aan op Koningsdag. Maar er zat een hele grote vlek op, maar die is er gelukkig uit. Ik heb gisteren overnight oats gemaakt, zodat ik vandaag niet een heel uitgebreid ontbijtje hoef te maken. Scheelt me weer tijd. Topje aan van Reiners. Een leren broek. En een leerjasje. Ook allebei van Reiners Food Fashion. En ik ga nu mijn make-up doen. Ik ben echt net klaar met mijn make-up doen. En ik heb zulk leuk nieuws. Ik ben eens aan het kijken voor een nestje met kittens voor in mijn nieuwe huis. Voor mezelf. Omdat... Oh, ik zie een vlek op mijn camera. Wacht. Omdat Snoet dus bij mama blijft. En nu krijg ik een berichtje van dat ik in de tweede week van mei kan gaan kijken bij het nestje. Oh my god, ik vind het zo leuk. Ik ben gewoon zo benieuwd of zeg maar die katjes naar mij toe gaan lopen. Of welke, ik zeg maar, met welke ik gelijk zo'n gevoel heb. En ze stuurt net een berichtje dat ze bijna kunnen lopen. En dan mag ik eigenlijk kijken. Dus ik heb er heel, heel veel zin in. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Want ja, het wordt eigenlijk voor het eerst dat ik echt alleen een kat ga opvoeden. Zonder bijvoorbeeld Gio of mama. Dus dat vind ik wel een beetje eng. Maar wel heel erg leuk. Ik denk dat jullie dat ook wel kunnen zien aan de glimlach op mijn gezicht. Ik ben mijn spullen aan het inpakken. Ik ga dus eerst een nachtje weg met Noora, Bibi, Melanie, ik. En dan zitten we in een huisje in Vinkeveen met Nelson. Want daar heeft Noora een samenwerking mee. En ze vroeg of wij meegingen. En dan heb ik de dag daarna heb ik een Red Bull event. En dan slaap ik ook in Hotel Arena. Want daar is dat event. En dan de dag daarna is Koningsdag. Dus dan ga ik Koningsdag in Rotterdam vieren. Heel veel zin overal in.
Maar ik moet nog heel veel de laatste dingen inpakken. En dan ga ik rijden. Ik weet ook niet wat ik met mijn haar wil doen. Want het zit een beetje futloos. Misschien even een goede droog shampoo erin. Mieteren. Borstel ook mee. Ik denk wel dat ik zo goed als alles heb. Nice. Ik ben weer aan het vloggen. Oh. Zo. Ja. Dat is nieuw. Echt hè. Oké. Okay. Maar ik dacht, weet je. Ja, we doen het gewoon weer. De planning. Dus, ja hè. Ik denk, we gaan weer eventjes de vlog live oppakken. Doe je goed. We moeten Nora nog ophalen. Maar wel op Schiphol. Want ik heb geen zin om de stad in te gaan. Oh, McDonald's Schiphol. Oh. Nou. We moeten nog lezen, toch? Voor het aankomen. Ja. Ja, daar was ik dus over na aan het denken, hè? Ja, vertel. Lunchen we daar, zeg maar. Hebben zij eten voor ons? Nee, ze hebben toch gezegd, als je aankomt moet je geluncht hebben. Echt? Ja, Noora heeft het nog verteld in die groep ook. Ja, want ze hebben echt pas later op de dag hebben ze pas eten voor ons. Oh, oké. Dat heb ik helemaal niet geweten. Dus je hebt het nog niet ontbeten? Ik heb wel ontbeten. Maar 2 uur geleden al. Ja, oké. Nou, misschien moeten we dan toch wel... Toch wel McDonald's. McDonald's. Of even langs Starbucks. Lekker koffietje. Lekker ijskoffie halen. Ja, dat vind ik een goeie. We zijn aangekomen in het huisje. Het is dus een huis aan het water. En zoals je kan zien, daar is het bed. En je kijkt dus gewoon recht naar buiten. Noora is bij Melanie en Bibi even op de kamer. Ik ging mijn laatste spulletje pakken, want we moeten alweer verzamelen. Maar kijk hoe leuk. Hier slaap je dus. En dan is dit je uitzicht. En we waren dus heel erg bang dat dit het gewoon is. En dat je s'nachts gewoon eigenlijk heel creepy dat hier gewoon mensen kunnen staan. Maar vanaf de buitenkant kan je dus deuren dicht slaan. Dus dat is top. Anders dan zou het wel heel persoonlijk worden. Ik ga mijn spullen pakken. Mijn jas aantrekken. Ik heb mijn nieuwe schoenen aangedaan. Deze. Zijn een hele maat klein. Terwijl ik wel mijn eigen maat heb besteld. Maar de laatste tijd voelen gewoon al mijn schoenen te klein aan. Dus ik heb het gevoel dat mijn voeten zijn gegroeid. En dat is kut. Want ik heb zoveel schoenen. Dus dat zou betekenen dat ik een soort van de helft van mijn schoenen weg zou moeten doen. Ja. Of ik moet al mijn schoenen gewoon uitlopen. Misschien werkt dat. In ieder geval, ik ga mijn spullen pakken. En richting de verzamelplek. Because it's time to start. En ik neem jullie mee. Nou, de eerste challenge hebben we niet gewonnen. Nou, door naar de workshop. Nou, we gaan schilderen. We moeten creëren, BHSP. Ja, maar ik zie al helemaal wat hier gebeurt. Kijk. We moeten een outfit afmaken. Nou, ik kan echt beter spullen pakken. Want als ik iets niet kan... Had jij ook vroeger van die topmodel boeken? Ja, ik had ze allemaal. Ja. Dat was wel echt leuk, maar kon ik niet. Ik dus ook niet. Wow. Bitte, kies even een makkelijke schoen. Kom. Oké, okay, ik heb een volgende schoen. Ja. Oh, deze doe ik vanavond aan. Dan doe ik die. Oh, dan kun je gelijk je eigen outfit erbij schilderen. Zo, dat is makkelijk. Ja, slim. Ja, deze schoenen doe ik vanavond aan. Ik heb gewoon een zwarte jurk aan. Ja. Ja, dat was makkelijk. Gewoon een zwarte streep. Ja. Dus jullie gaan samen schilderen. Zo pik voor tegen. Maar jullie kunnen zelfs de schoen nog mooi maken. Ja. Die kan je gewoon meeschilderen. Ja. Customizer. Ja. Ik wil die. Hebben jullie al een outfit bedacht? Ja, gewoon kleur. Op zich melder outfit is best goed te doen. Ja. Kunnen ook jou... Nee, jou... nee, we gaan wel voor iets meer kleur. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, jouw top. Kijk jongens, dit is ons rokje. Rokje, ja. Het had beter gekund. Ik heb mezelf eventjes omgekleed en ik heb deze blazer aangedaan. Met deze hakken van Steve Madden. Want hier moet ik eventjes een foto voor maken voor mijn Instagram. Ik weet niet helemaal of het gaat lukken, aangezien het hier best wel een beetje groenachtig is rondom het huisje. En ik dit eigenlijk op een stoere locatie wil doen. Maar we gaan het gewoon proberen en anders maak ik ze morgen opnieuw. Het ding is dus dat iedereen naar binnen kan kijken. Dus iedereen ziet ook zeg maar dat ik dit nu aan heb. En alle fotografen die staan nu voor ons huisje. Oh, dat was ook een beetje risky. Maar let's try. Jij bent omgekleed. Yes. Kijk eens aan. Waar is je jurk van? Naked. Dacht ik al. En de schoenen natuurlijk van Nelson. Deze ook. En ik heb zelf een strapless jurk aangedaan. En now I'm ready to go. Het zonnetje is lekker gaan schijnen. En we zijn helemaal klaar om... naar het diner toe te gaan. Ik ben heel erg benieuwd wat de andere mensen aan hebben. Kijk, we hebben eventjes lekker gegeten. Heb ik alleen niks van gefilmd, maar het is tijd om naar het kampvuur toe te gaan. Dus we moeten weer even wat warms aan. De hele dag bestaat eigenlijk alleen maar uit omkleden, maar ik ben
Is het vol? We zaten lekker binnen bij het kampvuur. Maar helaas. Binnen bij het kampvuur? Binnen bij het kampvuur. Er zitten allemaal druppels op mijn lens. What the fuck? Er missen kaartjes. Nah. Nou, we kunnen het niet spelen. Wat heb jij gepakt? Oh, jawel. Beverbende. Spelletje pakken en meenemen. Ja, dat zijn we nu aan het doen, idioot. Jezus, soms vraag ik me echt af of er überhaupt iets omgaat in jouw hoofd. Maar is er niet iets... Misschien hebben ze nog een andere leuk. Ja, kom, we gaan naar... Nee, ja. Ik ook niet. Uno. Vier op een rij. Puzzelen. Puzzelen? Ja. Kan ook. Nou, sorry, maar dan val ik echt in slaap. Best moeilijk voor jou, denk ik. Terug in het huisje. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik was alleen dus mijn eigen producten vergeten. Dus ik heb mijn make-up wipes moeten doen. Nou, mijn huid ziet er echt vreselijk uit. Ik kan daar echt heel erg om janken. Maar dat gaan we niet doen. Want dat is menselijk. Maar ja. I hate it. Ik ga lekker op bed liggen. Die meiden zijn nog even met z'n drieën. Hoe krijg ik dit licht naar mij? Nou, ik krijg het niet uit. En ik ga lekker naar bed toe. Je hebt dus hier deze ramen die je vanaf de buitenkant dicht moet doen. Alleen, ik ben nu alleen en ik ga dat niet alleen dicht doen. Dus ik laat het nu open, maar dat betekent dat letterlijk iedereen mij kan zien. En dat is wel een beetje creepy. Maar ik ga even appen of die meiden, als ze zo meteen komen, of die ze dan dicht willen doen. Want die zijn toch met z'n allen. Oké, slaap lekker. En ik zie je morgen. Goedemorgen. We hebben een ontbijtbox. Zo lekker. Ja, acai bowls. Perfecte. Nou, daar wordt eventjes de tafel gedekt. Dat is het huisje waar Bibi en Mel zitten. We moeten eigenlijk even vragen of zij lekker meekomen ontbijten. Maar helaas kan ik niet vanaf hier met hun communiceren. Dus daar moet ik toch even met even over gebruiken. Laten we eens even bellen. Hey! Hey, hebben jullie al je ontbijt? Ja, we hebben bed gekregen. Komen jullie hier ontbijten? Ja, is goed. Zelf. Oké. Kun je gewoon de box meenemen, hè? Ja, we gaan dansen. De box? Ja, jullie hebben toch ook in de box gekregen? Oh, die box. Ja, is goed. Maak je klaar om jouw stijl te laten zien in je beste dansmoves. Koffer is ingepakt, tas is ingepakt. Jouw tas zijn ingepakt. Ontbijtjes zijn op en het is tijd voor de eerste activiteit voor vandaag. En dat is dansen. Nou, ik zeg jullie eerlijk, als ik iets kut vind is het dansen. Dus ik kijk hier heel erg tegenop. Want ik hoopte op een yoga activiteit of zo. Of gewoon iets met sporten. Maar niet dansen. Dat vind ik echt vreselijk. Dus ik ga jullie meenemen in deze ervaring en hoe ik hier waarschijnlijk wil gaan huilen. En ik zie nog een theetje staan die ik even ga drinken. Spullen liggen in de auto en wij gaan naar de werfplaats toe. Ik heb even mijn schoenen verwisseld, want de schoenen die ik dus had gekregen waren te klein. Helaas. Maar hierop kan ik helemaal dansen. Helemaal ready. Helaas. Nou kijk jongens, dit is dan wel weer leuk hoor. Het was minder erg dan verwacht. We hebben een soort van dansje in elkaar gezet. Nou, ik kan niet echt een dansje noemen, meer pasjes. Ik ga hem even voor jullie filmen, want dit is een masterpiece. Dat willen jullie zien. Zo, wij hadden trek in eventjes een lekkere protein bowl. Dus jij hebt de sixpack bowl. Nou, als jij vanavond geen sixpack hebt, dan weet ik het ook niet meer. En ik heb de moon porridge met een chai tea latte. Met koffie erin. Ik heb dus ook zo een klein eten op tafel. Echt zieke hoofdpijn. Maar we mogen pas over een uur de hotelkamer in. Eigenlijk een uur en een kwartier. Dus we zijn nog heel eventjes aan het zitten. Dan gaan we zo meteen teruglopen met een omweg. Want jongens, als je dus ongeveer 1000 stappen zet per 10 minuten. Of je dus eigenlijk maar 100 minuten per dag te lopen, dan heb je de 10.000 stappen. En we moeten er nog 5000. Dus dat is nog 15 minuten lopen. Dus gaan we terug onderweg terug naar het hotel. We moeten toch wachten, dus kan je net zo meteen stappen komen. Dan gaan we boodschappen halen. Voor lunch slash avondeten. En dan gaan we ons klaarmaken. Ja. Nee, maar kunnen we ontbijt bij het hotel? Oh, ja. Ja, ja. Goeie.
Ja, dat wel. Nou, helemaal ready to go. Dit is dus waar we zaten bij Wild and the Moon. Echt een aanradertje. Was heerlijk. Yes. Zit wel echt helemaal vol. Heeft iemand dit ooit gezien? Een schommel in de hotelkamer. Nou, ik nog nooit, maar het is wel super mooi. We hebben weer echt een prachtige kamer in Hotel Arena met zelfs een trap naar beneden. Echt heel leuk. Ik ben een beetje uit adem, want we hebben net boodschappen gedaan. We hebben weer echt veel te veel gehaald, want wat een trek. Dus, wat hebben we? Rijsttafels. Salades. Oh, wil jij kijken of er beneden een mini koelkast is? Oh ja. Een minibar? Nee. Nee? Nee. Nou, twee salades. Smeerkaas. Pindakaas. Ja? Ja. Ja. Kalkoenfilet. Dat waren de boodschappen, maar we hadden nog dingen uit het huisje. Een appelsap. Een banaantje. Tony Chocoloni. Twee cakejes. En die wil ik zeker wel. Dus dat gaan we even hier neerleggen. Kijk nou hoe mooi ik dit heb gedaan. Ik heb bordjes gemaakt. Ik heb het allemaal met een lepeltje gedaan. Nou, dit is onze lunch. Ziet er goed uit. Prachtig. Jullie staan even op de schommel. Sorry voor als jullie zo erg bewegen. Maar ik heb ook nieuwe schoenen besteld. Dit is irritant, ziek. Ik heb nieuwe schoenen besteld. Ook Vinted. Voor vanavond. Maar ik dacht dus dat ze niet op tijd binnen zouden komen. Maar guess what? Ze zijn op tijd binnen. En ze zijn van Guess. Dus dat is ook leuk. Even kijken. Kijk. Guess. Ik ook zie. Oh, die zijn wel echt heel leuk. Oh ja, heel cool. Kijk. Nu moet ik ze nog passen. Ik heb dus nu ook andere hakken mee, want ik dacht dus dat ik ze niet zou hebben. Oh, ze zijn wel heel leuk hoor. Ja, ik vind ze ook heel leuk. En ik heb ook nog iets anders voor jullie, namelijk een naked haul. Ik heb het eventjes meegenomen hier naartoe. Ik ga ze ook even passen, maar ik ga het eerst laten zien. Oké, ik heb als eerst voor in de zomer onder jurkjes of zo wil ik altijd een broekje aan. En normaal doe ik een bikershort, maar ik dacht goed zo is het als je gewoon een soort van nette broekjes hebt. Dus ik heb in maat S heb ik één in het wit besteld. Oh my god, die hakken kunnen echt niet. Ik ga stuk. Nee, ik ga toch even mijn sok aan, want nu lijk ik echt op een of andere paalwasseres met die hakken zo. Komt toch de oude jaren weer even boven. En ik ga mijn sokken aan doen, anders krijg ik weer mensen met een voetfetish. Ik moet mijn dochter nog klaarmaken, dus sorry voor hoe ik eruit zie. Nou, dit broekje heb ik dus in het wit. En in het beige. In het, hoe heet deze kleur? Ja, beige. Beige. Ook in maat S. Echt chill als onder t-shirt jurkjes of zo. Of gewoon dus onder jurkje waarvan je denkt, nou, als het even waait, dan sta ik hier naakt. Dan heb ik nog drie broeken. Als eerste deze in maat 34 en ik twijfel dus heel erg over de maat. Dus ik moet het zo meteen passen. Ik heb alleen net gegeten, dus ik weet niet of het nu gaat passen. Deze met een soort ribbel erin, maar wel gewoon heel simpel. En dit heet de Twill Suit Pants. En ik heb ze ook allemaal in de bio staan. Dus daarin kan je ze vinden. En ik heb een kortingscode. Wacht. Mag ik het even over jou? Bash. Nog een broek. Oh nee, wacht. Kijk, die broek heb ik ook in een andere kleur. Dus ik hoop echt dat die past. Namelijk in deze mooie groene kleur. Want ik draag de laatste tijd echt heel veel groen. Is dit groen? Ja, het is wel een beetje groen. Maar zo'n army green. En dit is dus dezelfde broek. Maar dan in het groen. Dan heb ik nog een pantalon. En dat is... Oh, ik word gebeld. Oké. Ik heb dus nog een broek. En hier ben ik heel benieuwd naar. Het is dus een pantalon cargo. Dus met... zak aan de zijkant. Echt een hele dikke stof. Dus dat is fijn. En niet zo'n slappe stof. Ik hoop echt dat deze past, want ik denk dat het heel vet is. Ik heb ook nog wat topjes. Voor op vakantie dacht ik dit. Heel leuk over een bikini en dan met een linnen broekje. Dus die vind ik echt heel erg leuk. En deze heb ik in maat SM. Ik dacht die kan je dan soort van als jurkje doen. Want ik twijfel tussen XSS of SM. Maar ik ben toch voor het laatste gegaan. Nog een topje, ook voor de zomer, voor over je bikini heen. Ik denk alleen dat ik deze te groot heb gedaan. Ik denk dat ik deze beter in een XS had kunnen doen. Ik heb hem nu in een S genomen. Een jurk. Heel benieuwd naar deze. Hij lijkt me dus echt heel mooi. Een hele lange.
jurk in twee kleuren. Deze heb ik in maat XS. Want ik dacht, het is wel mooi als die strak zit. En die gaat dus helemaal tot aan de grond. Nog een jurk. Een strapless jurk. Eigenlijk een beetje wat ik gisteren aan had. Maar dan knit. En dan... Ja, dit vind ik echt heel mooi. En deze heb ik ook in maat XS. En dan heb ik nog... Topjes. Oh, en nog een rok. Ik heb nog een maxi skirt. Komt tegenwoordig weer helemaal terug in maat XS. En ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga stylen. Maar daar gaan we achter komen. En nog twee topjes. En dit is helemaal het tegenwoordig. Een topje die je zeg maar zo aandoet. En dan deze via achter. Zo. Zo. Zet je hem om je nek hebt. Maar dit moet je even aanzien. Nou jongens, ik ben echt heel blij. Deze broek zit perfect. Gewoon niet te klein, want daar dat haat ik als iets te klein zit. Maar ook niet te groot. Ik hou zeg maar nu gewoon mijn buik niet in. En dan zit hij nog geweldig. Dit is dus de zwarte cargo. En dan ga ik nu nog even die andere aan. Want dan hoop ik dat die ook passen. Oké, deze zit wel... Oh nee! Oh my god! Skinny bitch! Skinny! Oké, okay. I like it. Deze zit heel mooi ook, hè? Ja, echt perfect. Kom weer eten. Ja, dit is echt top. En dit is dus de grijze, en dat is dus dezelfde als deze. Ik hang altijd tussen 34 en 36 in. Dus bij deze, als je twijfelt tussen de maat, neem eentje kleiner, want dan zit het goed. Nou, niet neem eentje kleiner, maar als je altijd tussen twee maten in zit, neem de kleinste maat. En ik heb nu om even te chillen, even snel... Zo'n kort broekje aangedaan. En die zijn ook top. Ik denk wel dat ze voor normaal... Nou, ik heb nu zwart hieronder aan. Maar dat ze daarvoor ietsjes doorschijnen. Maar ik gebruik het dus vooral als... Ja, broekje onder. Een jurkje. Nu ga ik chillen. Zo. The girls are ready. Dit is het lookje. Ik heb mijn jurk aan van Reiners Food Fashion. Met daaronder doe ik de oranje hakken. En ik ben nog eventjes een drankje aan het drinken van... Viper. Het enige is, ik denk dat we zo moeten gaan. En dit atten gaat gewoon een beetje niet door. Vlog takeover. Oké. Okay. Heel weinig gesport, toch? Ja. Nee, we moeten wel even muziek uit. Anders krijg ik copyright. Ja, jongens. We zijn day after. Ik heb op het feest niet gefilmd. Want ja, dat is niet echt een te doen. Maar we zijn helemaal ready aan het maken voor Koningsdag. Dus we zitten weer in de make-up. Ik moet alleen nog even mijn krullen aan de voorkant denk ik een beetje bijwerken, vind je niet? Ja, hier misschien even een plukje, maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat het een beetje uitgezakt is. Oké, okay, misschien dus ook niet. Ja, je hebt hier dus, ja, hier een paar plukjes. Misschien een beetje. Misschien een beetje. Een beetje. Ik ga Kingsland Rotterdam en Bibi gaat oranje bloesem. Dus onze wegen scheiden vandaag. Ja, echt jammer. Ja. Maar ja, zien we elkaar morgen. Ja. Maakt ook niet uit. Probably. Een nachtje rust is ook weer. Nee, is ook niet. Voordat het drama weer begint. Ja. Ik heb wel hoofdpijn. Ja, ik ook. Maar dat had ik al. Ik ook. De hele week, dus ja. Overleven en kunnen drank niet schuld geven. Wel, dat kunnen we nu dus juist wel. Nou. Dat konden we niet, nu wel. Ik heb niet veel. Ik had mijn video helemaal niet afgesloten. Ik zie er niet uit. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ga proberen weer vaak te uploaden. Dus zorg dat je abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je ook snel weer. Doei!